SV Hatert, een club van bijna een eeuw oud, verdwijnt definitief uit Nijmegen. Nadat vorig jaar de voetbaltak al ophield te bestaan, wordt nu ook de tennistak van de club opgeheven. Na 95 jaar komt er een einde aan een roemruchtige sportvereniging die ooit de grootste van Nijmegen was. Een conflict met de gemeente over een nieuw onderkomen blijkt de genadeklap te zijn. Na 95 jaar komt er een einde aan een tijdperk voor SV Hatert. De Nijmeegse sportvereniging blaast op 30 december haar laatste adem uit. Nadat vorig jaar de voetbaltak ophield te bestaan, valt nu ook het doek voor de tennistak van de club. Voor de leden die er nog zijn, is dat zeer vervelend. Met name voor de mensen die hier tennis spelen. Dat was toch een hele aparte groep. Vaak een groep van 150 leden. Dat was een groep die een onderlinge sterke band hadden. Volgens voorzitter Alois Meij is het besluit met pijn in het hart genomen. Al jarenlang speelde er een conflict met de gemeente Nijmegen over een nieuwe locatie voor de vereniging die moet wijken voor woningbouw in de Winkelsteeg. Ondanks de vele gesprekken werd er geen concreet verhuisplan gemaakt. Wij voelen ons hartstikke gedwongen, want er staat niets tegenover. De gemeente heeft een aloud beleid als je vertrekt en moet vertrekken vanwege in dit geval woningbouw, dat er nieuw verouderd komt. Nou, daar is geen sprake van. Er wordt wel ook weer gesuggereerd dat er iets is toegezegd. Ja, als er iets toegezegd is, een lege dop is er toegezegd. Maar volgens wethouder Jean-Paul Broeren lag het anders. De gemeente heeft een nieuw onderkomen aangeboden, maar SV Hatert zou geen sluitend beleidsplan hebben aangeleverd. Nou, we zijn vorig jaar al ruim begonnen met onderhandelen over een nieuwe locatie. Die hadden we op een gegeven moment gevonden aan de Elshofweg, achter het Kandinsky College daar. En toen zijn we om tafel gegaan met SV Hatert. Maar ja, het kwam niet tot een businessplan. En tennis in Nijmegen is een geprivatiseerde sport. Dus de clubs dienen zelf voor hun eigen accommodaties te zorgen. En Hatert was niet in staat om dat te doen. Vicevoorzitter van de tennisclub Rijn Verdijk vertelt dat dit vertrek enorm hard aankomt bij de club. Ja, dat is wel heel duidelijk dat er veel pijn zit. Kijk, als je een jaar of drie met elkaar aan het praten bent en zeker anderhalf jaar voor die laatste fase. En als je dan allerlei verwachtingen vanuit de gemeente gecreëerd krijgt, toezeggingen krijgt, zelfs zwart of wit per e-mail. En dat wordt zo in één keer van tafel geveegd. Dan zit er pijn, natuurlijk. En dat is heel triest, want dat heeft te maken met je vertrouwen in de overheid. En dat, zoals de gemeente Nijmegen nou met Hatert om is gegaan, is dat vertrouwen echt naar het minpunt gedaald. Wethouder Broeren is een echte sportfanaat. Hij zegt er dan ook alles aan gedaan te hebben om tot een oplossing te komen. Ik wil echt iedereen in Nijmegen, alle sportverenigingen wil ik helpen en op de kaart zetten. Maar ze moeten wel zelf ook met een goed businessplan komen. En het kan niet zo zijn dat wij het geld daar geven en dat over twee jaar dat de club niet meer bestaat. Ja, dat is ook zonde om daar iets te faciliteren. Het is gemeenschapsgeld, hè? Meij en Verdijk zien de toekomst van de tennisvereniging somber in. Ja. Dit komt waarschijnlijk niet meer goed. Kijk, dat is altijd de moeilijkheid, hè? Ja. De tijd gaat verder. Ja. En de tijd hield vaak ook wonden. Hè? Maar in ieder geval hebben ze het nou wel een diepe wond die eerst nog een beetje moet helen. Hè? En dat vraagt tijd.